Omwille van de hoge sociale en fiscale lasten op arbeid blijft de verleiding groot om zelfstandigen in te zetten in het bedrijfsleven. Maar hierbij moet je op je hoede zijn voor schijnzelfstandigheid. HR-expert Jan van Akkoleijen praat hierover met meester Tieleman. Meester Tieleman, welkom. Vandaag gaan we het over het thema van schijnzelfstandigheid hebben. Wat bedoelen we hier juist mee? De essentie ervan is dat mensen denken dat men als zelfstandige samenwerkt. Feitelijk, terwijl als men er met een juridische bril naartoe kijkt, het in wezen gaat over een arbeidsovereenkomst met zware, draconische gevolgen. Onder meer dat men gaat moeten als klant, opdrachtgever, toch RSZ gaan betalen. U zal op het einde van de rit van die samenwerking toch moeten een verbrekingsvergoeding betalen, zoals aan een bediende. Dus de inzet van een dergelijk problematiek is gigantisch. Hoe kan een bedrijf dat risico dan beheersen als ze toch die samenwerking aangaan? Het draait rond vier elementen die men altijd in het oog moet houden. Ten eerste, men moet kijken naar de overeenkomst. Maken dat daar duidelijk uit blijkt dat men met een zelfstandige wil samenwerken. Het moet de zelfstandigheid uitademen. Ten tweede moet men ervoor zorgen dat die zelfstandige vrij zijn werk kan organiseren, in tegenstelling tot een werknemer. Die zelfstandige, derde element, moet ook vrij over zijn werktijd kunnen beschikken, zelf beslissen wanneer hij of zij de hand aan de ploeg slaat. En het vierde, het meest evidente, dat is dat er geen hiërarchisch gezag mag zijn. Maar ik kan me ook indenken dat je contractueel een aantal dingen kan verzekeren. Waarop dien je daar te letten? Cruciaal is dat die overeenkomst de zelfstandigheid uitademt, dat daar geen enkele clausule in staat die verdacht gaat lijken op een arbeidsovereenkomst. Het risico rond herkwalificatie zit duidelijk aan de werkgeverszijde. Is er dan echt geen enkel risico aan de kant van de zelfstandige zelf? Dus het ongelooflijke is dat in een zaak van schijnzelfstandigheid de schijnzelfstandig buiten schot blijft. Die loopt geen enkel financieel risico. Het is de werkgever, de opdrachtgever, die zelfs de werknemers RSZ zal moeten betalen. Sterker nog, die schijnzelfstandige kan van het RSVZ voor de laatste 3 jaren zijn bijdrage als zelfstandige gaan terugeisen. Dank u wel, meester Tieleman. Heel helder, maar toch wel duidelijk wat signalen om ten gronde te werk te gaan als we samenwerken met zelfstandigen. Dank u wel.